Bjarnason. Gudfarsson. Skulason. En daar zijn ze toch met een man of vijf. Johan Berg Gudmundsson. Sigurdsson. Gylfi. Skulason. En bij de tweede paal Gudmundsson. En dat gaat maar net goed. Daar was hij bijna weer geweest, die vroege achterstand. Voorgelegde bal door Johan Berg Gudmundsson bij de tweede paal. En die bal had maar een klein zetje nodig. Door het oog van de naald. Muurtje staat op zijn plek. De aanvoerder. Die muur raakt die bal toch nog? Of niet? Ja, er stond ook een Nederlands inbreng in die muur. Robben speelt de bal over de zijlijn. Waarom doet hij dat? Omdat hij zelf geblesseerd is. Arjen Robben. Hij voelt aan de linkerbovenbeen, aan de lies. En het gebaar van de verzorger is veelzeggend. Wisselen. De aanvoerder staat aan de kant in de 27e minuut. En zal niet terugkeren in het veld. Wat is dan het motto nu? Bal vasthouden. Of toch maar de aanval zoeken. Klaas. Memphis. Daagt Gudmundsson wat uit. Sneijder. Waarom wordt er gewacht met het inbrengen van Narsing? Oh, zeg hier! Huntelaar! Had hem er misschien kunnen blazen, zowat. Voorzet van Memphis Depay wordt misschien iets te laat herkend door Huntelaar. Hoewel, ja, Huntelaar is een jager. Die ruikt een prooi op grote afstand. Daar is Narsing. Sigtorsson in de slag met Martin Zindi. Overtreding van Sigtorsson. Heel verstandig, Sillissen. De scheidsrechter heeft een kaart laten zien. Was het rood? Rood aan Martin Zindi. Hij geeft daar nog wel een tik op het laatst. Die niet zo hard zal zijn aangekomen als Sigtorsson hier doet geloven. De spits van Schalke. Een slecht weekend had hij. 3-0 verloren van Wolfsburg. Waar Bas Dost scoorde. Hij, ooit door Danny Blind van Heerenveen naar Ajax gehaald. Ajax betaalde toen op gezag van Blind 9 miljoen euro voor Huntelaar. Hij wordt met pijn, denk ik, door Blind op het offer gelegd. Sigurdsson. Hij de grote man, Gylfi Sigurdsson van Swansea City. Speelde ook voor Tottenham. Speelde in Duitsland. Legde een lange weg af naar zijn top. Sigtorsson legt hem neer voor Bjarnason. Daar is het gevaar. Bjarnason schijt en geeft de penalty. Overtreding van Van der Wiel. Geel, dat is de minste van zijn zorgen. In IJsland was het ook al een strafschop. Toen een overtreding van De Vrij. Ook op Bjarnason. Nu is daar de tackle van Van der Wiel. Niet op de speler gericht, zeg ik. Maar de speler ziet die tackle wel en maakt er gebruik van. Sigurdsson tegen Sillissen. Sillissen pakt eens een penalty. Dit is een moment.
Dit is een moment dat we ons allemaal lang zullen heugen. Als het je lukt nu. En het lukt hem bijna. Bijna, wat koop je voor bijna? Helemaal niks. Hij zal even gedacht hebben. Zullen ze van, en nu heb ik hem wel. Want hij gaat naar de goede hoek. Hij maakt het contact met de bal, maar te dun, te weinig. Te net niks. Toch een goal. Eén moeilijke redding heeft Halldórsson moeten verrichten in de eerste helft. Hier is Bjarnason. Van de Wiel op afstand gebleven nu. Gudmundsson op de paal. Eerste serieuze meevaller voor Oranje. Tweede als je de gemiste kans in de eerste helft meerekent. Dat probeert Bruma hier. Lange bal naar Memphis. En die bal blijft daar dan liggen en die is dan voor Sneijder. En dan ben je daar waar je wezen wil. Blind. Sneijder. Klaassen. En vuur een keer. Geschoten door Narsing. Memphis. Is hier een kans aanstaande. Wijnaldum op Narsing. Moet het nu gebeuren? Wijnaldum, dit had hem moeten zijn. Memphis. Daar moet ik hier goed vallen. Valt hij nu goed? Ja, hij valt goed, maar hij zit er niet in. Schot van Klaassen. Hele beste redding van Hannes Thor Halldórsson. En het eindsignaal is hier. IJsland wint voor de tweede keer in deze kwalificatiereeks van het Nederlands elftal.